Missing someone, love with all your heart. Missing someone, love with heart. How much you miss her, and you miss her. Hotel en het is echt huge zoals je ziet. Oh my god. We gaan nu snel naar binnen. Ik ben zojuist aangekomen in mijn kamer en het hotel is echt prachtig. Het leuke van dit hotel is dat het heel origineel en heel uniek is. Want dit hotel werkt samen met lokale kunstenaars. En dat betekent dus ook dat elke kamer anders ingericht is. Dat wil dus zeggen dat een kunstenaar zich helemaal kan laten inspireren door bijvoorbeeld licht. Dus dan heb je in één bepaalde kamer heel veel licht. En een andere kunstenaar die laat zich weer inspireren door bijvoorbeeld tijd. Dus dan heb je een stijl helemaal geïnspireerd door klokken. En ik ben nu in mijn kamer en het ziet er echt heel tof uit. Ik ga jullie even een kleine roomtour geven. Hier hebben we een prachtig schattig wastafeltje staan. Ik hou heel erg van deze stijl. Zoals je ziet is het allemaal heel industrieel ingericht. Heel ruw. Een enorm groot bed. Oh, dit ziet er heel fijn uit met zo'n retro hoes eromheen. Retro radio. Dit ziet er zo goed uit allemaal. Hier moet ik niet aan zitten, want dan krijg je ineens een hele grote rekening. Welcome to your hotel room, Laura Breide. Oh, ik kan gewoon nog Spaans kiezen ook. En dan de badkamer. En die is echt te gek. Hoe tof deze wc hier. Ook weer industrieel ingericht. Shampoo, conditioner, body wash. Ik ga heerlijk genieten. Oh guys, ik ben zo kapot. Dit is echt niet normaal. Vannacht om 4 uur ben ik opgestaan en we gingen om 2 uur naar bed. Dus dat waren maar 2 uur slaap. En inmiddels is het alweer 1 uur à 1:30 s'nachts in Nederland. En ik mis dus al mijn nacht slaap. En het is hier nu dus pas 5:30 of 5:45. Ik denk, zal ik er nog uitgaan? Er staat voor vanavond niks op de planning. Want het event begint officieel morgenochtend pas en de dag erna. Ik denk, weet je wat, ik blijf gewoon lekker binnen. Dus het Los Angeles avontuur begint een beetje saai, een beetje oude dozerig. Maar hey, ik moet echt even rusten jongens en dan ga ik er morgen helemaal voor. Hoe leuk is dit guys? Ze hebben gewoon zelfs badjassen. Hangen die je kan gebruiken. Ik heb hem ook gelijk lekker aangedaan. Als er iets is wat ik fijn vind in het leven, is het wel gewoon een lekkere badjas. Dus dat die hier nu is, heel erg fijn. Ik ben klaar om naar bed te gaan. Mijn bedje roept me echt. Het ziet er zo lekker comfortabel uit. Ik kan niet wachten, jongens. Ik had trouwens ook weer wat stoms, want ik moest even net een extra oplader kopen. Zonder eigenlijk te kijken nam ik deze mee vanuit Nederland. Maar deze, die had ik in Afrika nodig. En hier is het weer anders schijn. Dus ik moest er net voor $10... eentje kopen en dan hoop ik dat deze het wel biedt. Even kijken, hoe ziet dit eruit? Wow, kijk dit dan guys. Je kunt hier gewoon vet veel dingen tegelijk mee opladen. Dit is echt ideaal. Mijn telefoon is aan het opladen, mijn MacBook. Ik zou er nog iets in die USB kunnen stoppen. Top! Een hele goede morgen guys en welkom to Los Angeles, de eerste Los Angeles vlog. Ik vind het echt gek. Ik ben net wakker. Het is inmiddels alweer 10:30 en dat betekent dat het ontbijt nu begint. Er is een soort lunch, brunch en dat wordt voor mij ook de eerste keer dat ik ook de andere mensen ontmoet. Dus daar heb ik super veel zin in. Ik ga nu snel naar boven of naar beneden. En ja, dan zullen we zien wat voor lekkers er op ons te wachten staat. Ik zal jullie zo even de planning laten zien van de dag. En ik moet jullie ook even laten zien hoeveel ik geslapen heb. Vannacht heb ik gewoon 12 uur en 42 minuten geslapen. Van 6:30 tot 9:00. Echt bizar.
Maar ik had het blijkbaar nodig. Ook als je hier kijkt. De nacht ervoor had ik dus maar 2 uur en 7 minuten geslapen in het vliegtuig. Nou, hier heb ik de planning voor vandaag. En even kijken. We beginnen dus vandaag om 10:30 tot 11:30 met een Essex Fines Venture Welcome Brunch. Het is nu 10:30, dus ik ben al een beetje laat. 7 minuten laat, dus ik ga er snel heen. By the way, ik heb heel veel vragen gehad over dit horloge die ik eergisteren heb gekocht. Ik heb hem niet gehad van Fitbit, ik heb hem zelf gekocht, want ik vind hem zo gaaf en ik kon het gewoon niet laten. Maar ik heb heel veel vragen gehad of ik er een review over wilde schrijven en die komt er na LA aan. Ik ga hem eerst even lekker goed uitproberen in LA. Om 4:30 komen we allemaal samen en dan om 4:15 begint de Big Chase. Ik weet niet wat ik daarvan moet verwachten, maar dat klinkt heel interessant. Let's go! In de kamer en het was zo lekker een ontbijtje. Ik heb hier een geweldige box van Essex gehad. En ik dacht even dat er iemand achter me stond, maar het is een lamp. En ik denk dat het wel zo leuk om het met jullie samen open te maken. Wat is de stijl van Essex veranderd, jongens? Dit zijn echt urban shoes. Oké, dit verwacht ik niet. Er zit nog een laag onder. Deze zijn gaaf. Deze zijn echt heel gaaf. De stijl van Essex is echt enorm veranderd. Het zijn echt urban shoes. Een heel fijn design. Helemaal niet meer echt zo'n hardloper design. Ik vind deze echt heel mooi, deze zwarte. Maar deze rode, die zijn ook echt om je ogen bij uit te kijken. Kun je dat zeggen? En ook weer van zo'n soort gewoven stofje zoals je ziet. Wat Nike vaak heeft. Toffe zo. Jeetje. En dan heb ik hier nog het een en ander liggen. Dit is een top. Knalgeel. Een legging. Toffe kleuren. Een sport BH, een kort broekje, nog een kort broekje. Oeh, ik hou heel erg van grijze vesten. Een roze shirt. Wauw, wat veel spullen, jongens. Een geel shirt, een roze shirt en een knalroze jasje. Oh, deze is nice, yay. Zoals je ziet heb ik een gloednieuw jasje aan en mijn nieuwe Essex. En ik vind ze echt oprecht super tof, jongens. Heel urban, heel comfy, heel casual. Ik ga nu dus naar beneden, want daar staat Michelle van Fit Girl Code op me te wachten. En dan gaan we samen even lekker erop uit naar Hollywood. Zoveel zin in. See, I've been plagued trying to find this red lady and I've managed to find it this recording. More or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't... Everyone's good, everyone's having a good time, living good, sleeping good, not drinking too much. So you're going to be my first line starter. You're going to start right here. We're going to have a magic trick. You first, step up to the table, baby. Pick, 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 and let us see what you got.
everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs have... You have to keep looking up. More or less. Well, here's something that you didn't... Daar hebben het gebouw in Fred zien weer. Zo groot. Zie je dat lichtje? More or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Join me. What do you have? Guys, I was giving this. The this is, yeah, this is the only information that I have. What's the information? Yeah. Share the card, just the security. The caveman? Security guy. More or less. Well, here's something that you didn't know. Once upon a time, the great spirit called the animal people together. In the morning, when the first light of day is in the sky, come to my house to choose your new name. Hello, everyone. We're coming in, we're coming in. We're smiling. I'm not used to having visitors on the night shift. Because it's against the rules. But you're looking for someone. Yeah. And I'm the gatekeeper. I'm just playing with you. But you have to be very quiet. Do exactly as I say. And never give up. Is that clear? Already. Right this way. There's nothing different. This is not a normal thing! I'm not. Ik ben zojuist thuisgekomen van de run en het was echt geweldig. Het was echt enorm gaaf. Het was een soort theater Broadway show, maar tegelijkertijd een run. En het was gewoon echt heel tof. We hebben nu 3 kwartier om ons even te douchen, op te frissen en klaar te maken voor de afterparty en het diner. Maar voordat ik ga beginnen met me opfrissen, ga ik even opruimen. Want ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen, maar in slechts 1 avondtijd heb ik er al zo'n rotzooi van weten te maken. Dus Lau gaat even lekker opruimen. Zo guys, zoals jullie kunnen zien ben ik lekker opgemaakt. En ik heb nog 5 minuten om naar beneden te gaan. Dus ik ben eindelijk een keer op tijd. Ik ga dan ook meteen weg nu. Ik zal jullie even nog mijn outfit laten zien voor vanavond. Want het thema is dus sporty chic. En ik heb mijn broekpakje aan uit de shoplog van vorige week. Met mijn nieuwe gimpen. En aan die kant... mijn nieuwe tasje. Ik heb er zin in en ik heb echt vooral heel erg honger, dus ben benieuwd. Het is fascinerend hoe... Oh my god. Oh, dit staat op de film. Lau Blunder. Dus nooit vloggen als je aan het praten, als je aan het lopen bent. Thanks for saving me. Oh, yes, okay. We zijn nu dus onderweg naar het restaurant. Of het is een soort bar denk ik, want het is ook een soort afterparty. En ik heb honger. En ik heb het koud. Het is best wel bizar hoe erg het afkoelt hier 's avonds. Overdag was het warm en nu is het gewoon echt wel fris. Wauw, wat een stunt net.